Veel kinderen in Nederland gaan naar de opvang. Maar is het voor hun ontwikkeling ook goed om naar de kinderopvang te gaan? Ik ben Katrien, pedagoog. En hier in de werkplaats ga ik je uitleggen waar je als ouder op kunt letten bij het uitzoeken van de opvang van je kind. In vergelijk met andere landen maken we in Nederland veel minder gebruik van kinderopvang. Zo'n gemiddeld 20 uur per week. Dat is ongeveer 3 tot 3,5 dag. Terwijl in landen om ons heen, als Letland, Portugal en Noorwegen, maken ouders wel 40 uur per week gebruik van de kinderopvang. Hoe valt dat nou te verklaren? Dat komt onder andere omdat Nederlandse vrouwen heel veel parttime werken. Gemiddeld genomen werken Nederlandse vrouwen 2 keer zoveel parttime in vergelijk met andere Europese landen. En hoe kunnen we die deeltijdcultuur nou verklaren? Om daarachter te komen bel ik met socioloog Mara Jerkes. Ja, nou dat is een nogal complex verhaal. Maar om het even kort te houden. Toen vrouwen in steeds grotere getallen begonnen deel te nemen aan de arbeidsmarkt, een beetje eind jaren 80, begin jaren 90, was er eigenlijk veel minder kinderopvang beschikbaar dan nu. En tegelijkertijd kwam er steeds meer deeltijdwerk beschikbaar. En werd het dus vooral voor moeders erg aantrekkelijk om op die manier werk en zorg te combineren. En je hoort ook vaak dat je een slechte moeder bent als je je kind vaak naar de kinderopvang brengt. Waarom denken we dat eigenlijk? Deels is het omdat velen van ons, de hele Nederlandse samenleving, vinden nog steeds dat moeders vooral verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kinderen. En zodra je dan je kind veel naar de opvang brengt, ga je heel erg in tegen dat idee dat we allemaal hebben. Wat er ook bij speelt, is dat de kinderopvang in Nederland echt werd ontwikkeld als een arbeidsmarktinstrument. Dat wil zeggen dat het bedoeld was dat moeders aan het werk konden gaan. Het woord opvang zegt het eigenlijk al. Het geeft je het idee dat je je kind ergens dropt, omdat je zo nodig aan het werk moet. In plaats van wat er vaak in het buitenland wordt gezegd over zorg voor een kind of vroegschoolse educatie. Dankjewel, Mara. Wat is nou het meest optimaal voor de ontwikkeling van je kind? Thuis of op de opvang? En als het de opvang is, hoeveel dagen in de week kies je er dan voor om je kind naar de opvang te brengen? Veel ouders in Nederland kiezen voor een soort hybride oplossing. Stel, dit is ons gezin. Met een kind, 2 vaders en ook een opa en oma die vaak oppassen. Stel dat de ene vader op maandag thuis is met het kind en de andere vader op donderdag. En opa en oma doen samen woensdag. Dan zijn er nog 2 dagen waarop het kind naar de opvang gaat. Vrijdag en dinsdag. En zoals je hier ziet, zijn dit veel verschillende vormen van opvang gedurende de week. En dat is best onrustig voor een kind. En uit onderzoek weten we dat meer stabiliteit eigenlijk altijd beter is. Als kinderen voor het eerst naar de opvang gaan, krijgen ze heel veel indrukken op een dag mee. En hoe jonger kinderen zijn, hoe lastiger al die indrukken voor ze te verwerken zijn. Voor hen is het vaak lastig om tussen al die verschillende situaties te schakelen. Je kunt je dus afvragen, is het dan beter om mijn kind alle dagen van de week naar de opvang te brengen? Dat is lekker stabiel. Maar hoe ziet dat er nou in de praktijk uit? Als je kind namelijk 5 dagen in de week naar de opvang gaat, is de kans vrij groot dat hij ook veel verschillende gezichten ziet. Want ook medewerkers werken vaak parttime. Dus dat is net zo goed niet stabiel. Daarnaast is ook de stabiliteit van de groep belangrijk. Want kans is groot dat je kind op de ene dag in de groep zit met deze kinderen, maar op de andere dag weer hele andere kinderen ziet. Dus wat is nu belangrijk? Kies dus vooral voor de meest stabiele optie. Of dat nou thuis is of op de opvang. Maar los van het aantal dagen en de leeftijd waarop je kind voor het eerst naar de opvang gaat, is er 1 factor die het allerbelangrijkst is bij het bepalen van de effecten van de opvang op de ontwikkeling van je kind. Namelijk de kwaliteit. Maar wat is dan goede kwaliteit? Die wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de pedagogisch medewerker. En centraal staat natuurlijk het kind. En dat kind heeft dagelijks op de opvang veel interacties met de pedagogisch medewerker. Maar kind ziet nog veel meer. Komt namelijk ook andere kinderen tegen. En ook daarmee heeft het kind dagelijks interacties. Kind komt nog meer tegen op de opvang. Namelijk speelmaterialen. En waarom is die pedagogisch medewerker nu zo belangrijk? Omdat deze in belangrijke mate beïnvloedt en bepaalt hoe dat kind omgaat met de beschikbare materialen, maar ook hoe de kinderen met elkaar omgaan.
Maar waar moet je als ouder nou op letten? 1. Pikt de pedagogisch medewerker de signalen van de kinderen op en reageert hij of zij daar goed op? Dus bijvoorbeeld, als het kind huilt, wordt het kind dan getroost. 2. Geeft de pedagogisch medewerker kinderen de ruimte om zelf en op hun eigen manier de wereld te ontdekken? Mogen ze dingen zelf bepalen? Bijvoorbeeld zelf hun sokken uittrekken. 3. Zijn er duidelijke regels en structuur die goed worden gecommuniceerd door de pedagogisch medewerker? 4. Worden kinderen gestimuleerd om te praten? Worden er bijvoorbeeld gesprekjes met de kinderen gevoerd? 5. Worden kinderen genoeg geprikkeld door de medewerkers? Bijvoorbeeld op creatief, cognitief en fysiek vlak. 6. En heel belangrijk in grote groepen, worden kinderen wel onderling gestimuleerd om sociaal te zijn? Dit alles klinkt misschien als een open deur, maar opvallend genoeg weten we dat ouders heel vaak naar andere dingen kijken bij het uitzoeken van de opvang. Denk bijvoorbeeld aan, is er genoeg parkeerplek? Is het dichtbij? Hoe ziet de ruimte eruit? Mijn advies is dus, zorg dat je als ouder een kijkje neemt. En let dan vooral op de interacties tussen de medewerkers en de kinderen. Want dat bepaalt uiteindelijk of kinderopvang goed of slecht is voor je kind. Ik ben Danny, politicoloog. En in de volgende aflevering vertel ik je over de hypersonische raket van de Russen. Is dat het nieuwe superwapen? Tot dan!